Waar zitten we? We zitten in Brugge. In Gent. Oh, in Gent, dat bedoel ik. En we hebben net uit het raampje vandaan gefilmd. En we gaan nu de kerstmarkt op. Echt hier op de hoek, daar is van deze kerstmarkt, is ons hotel. Kijken we zo op de kerst, op de kerstmarkt. Maar ik vind het een beetje koud worden. We gaan nog eventjes aan de wafels. We zijn nu in Gravenstein. Dat moest volgens Rina moest dat heel erg eng zijn allemaal. Allemaal martelwerk daar. En we hebben voor de eerste keer gebruik gemaakt van 55 jaar. We staan hier boven op het slot Gravenstein. Hè? We kijken hier over de stad heen. En eigenlijk is het heel dicht bij ons hotel. Gerrie is heel erg flauw, die wilde me niet even op gaan liggen. Gaan we liggen. Nou, een mooi slot hoor. Ja. We staan hier in de gemeentetoren. En dan gaan we dus helemaal naar boven toe. Gaan we daar nu nog op de eerste verdieping. Wat bedoel je met je gouden ring? We zitten hier in de klokkentoren. We zijn hier boven op de gemeentetoren. En oh ja, dat is waar. Gerrit ook nog even de klok geluid. Hè? En dat is die Jacobskerk, hè? Nee, dit is de Bavel, Sint-Bavel. Ah, okay. En daar is dus ons hotel. En in de vensterbank staan de biertjes koud. Zaterdagochtend, hè? Zaterdagochtend. En ik zie daar nog ontbijt. We zitten
inmiddels midden in Brugge. Het is hier best druk. We hebben de auto buiten het dorp neergezet. Het was 2 kilometer lopen, maar het was wel gezellig en lekker. We zijn hier dus al een keer geweest, want daar heb je die, dat beeld, die fietsers. Alleen de plaats Brugge, daar kan ik me helemaal niets meer van herinneren. En ook hier de kerstmarkt.